Yep. Mm-hmm. Wat is volgens u het beste boek van 2017? Ja, ik weet eigenlijk niet of het in 2017 is gepubliceerd, maar ik ben nu schaarste aan het lezen. En hoe dat gebrek aan tijd en middelen eigenlijk uw denken beïnvloedt. Ik vind dat wel een heel interessant boek. Ik ben nog niet aan het einde, dus ik moet mijn eindoordeel nog eventjes in beraad houden. Maar het is alleszins wel een aanrader.